een nieuwe video. Ik heb vandaag een mega grote shoplog voor jullie. Ik heb vorige week niks geüpload. Mocht je afvragen waarom, check dan even de weekvlog daarin, heb ik dat wel verteld. Maar goed, ik heb nu al echt zo lang hier dit liggen. Ik denk al wel bijna anderhalf maand. Het is namelijk een mand vol gevuld met pakketjes. Want ik wilde een zomershoplog doen. En er kwam er steeds meer bij. Dus het is eigenlijk een soort van verzamel zomershoplog met echt van allerlei merken. Heel erg veel. Dus laten we snel beginnen met de shoplog. Nou, het mooie weer die komt er een klein beetje aan. Op dit moment als ik nu dit film is het echt vreselijk. Het is alleen maar aan het regenen en zo. Nog niet echt dat lentegevoel heb ik. Maar ik heb gezien dat het weer een beetje gaat opklaren. En dat het weer wat mooier weer gaat worden. En daar heb ik echt heel veel zin in. Dus ik dacht ja, een beetje de zomerdingen mogen wel weer in mijn kast komen. Dus vandaar dat ik heel veel dingen heb besteld. Maar ik heb ook wat pakketjes gekregen. Dus dat ga ik nu aan jullie laten zien. Dus ben je benieuwd naar deze video? Doe dan even dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En dan gaan we snel beginnen met deze unboxing met deze zomer shoplog. Ik begin als eerst met het merkje Must Have District. Die vind ik echt hele leuke dingen hebben. En daarvan heb ik deze hoed gekregen. Ik vind deze echt heel erg mooi. Hij is gewoon zwart en ja, heel erg lekker zacht. Maar ik weet niet, normaal vind ik dit ook wel heel erg tof na een festival of zo. Ik weet niet of het dit jaar nog doorgaat. Maar ik vind het gewoon heel mooi met een mooie maxi dress of zo. Zo'n hele lange jurk. En dan zo'n zwarte hoed erbij op. En dan zwarte laarsjes eronder. Dus ik vind deze mooi. En hij heeft nog een gesp als detail. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Dan heb ik dus ook van Must Have District echt heel chill. Dit is namelijk samenwerk voor Instagram allebei. Maar ik dacht ik laat het ook even zien. Deze ja, hele lange jurk gekregen. Zoals ik al zei, vind ik maxi dresses echt heel erg mooi. En dan vooral met zo'n zwarte hoed of een hoed erbij. En dan dus laarsjes. Leuk riempje erbij. Maar dit is dus een hele lange gele, ja, een beetje okergele jurk met allemaal bloemetjes. En hij heeft een hele mooie V-hals. Dus ja, hij is best wel degelijk. Maar als je een riempje zo erbij doet, vind ik hem denk ik wel echt super leuk. Dus dat is deze lange jurk. En die heb ik in een maatje S. En de prijs weet ik zo niet, want die staat hier niet bij op. Ik zet trouwens alle linkjes in de beschrijving van de producten. Mocht je benieuwd zijn, check de beschrijving. Dan gaan we nu door naar wat zou ik doen. Nu door naar Stradivarius. De laatste tijd vind ik echt Stradivarius helemaal het einde. Ik vind letterlijk elk item leuk. Dus het is echt heel erg gevaarlijk. Ik ga toevallig dit komend weekend naar de Mall of the Netherlands. En dus die Westfield Mall, zeg maar. Maar daar heb je dus ook de Stradivarius. En ik ga denk ik helemaal los. Maar goed, ik heb in ieder geval wat dingen besteld. Namelijk als eerste wat ik ga laten zien. Ik zeg al gelijk de prijs, anders ga ik dat vergeten. De sokken, die zijn €12,99. En dan heb je 3 setjes. Maar even, hoe schattig is dit? Je krijgt het dus in zo'n, ja, in dit setje. Dus je hebt de witte, een beetje babygeel en een beetje babyblauw. Of pastelgeel, pastelblauw. En dit zijn dus van die cute sokjes. Ik dacht dit is echt heel erg leuk met sneakers. Maar er zitten dus overal bloemetjes op. En ik vind het echt heel erg leuk. Dus deze in het wit. En dan zit er ook nog een ja, pastelgele bij. Met allemaal daisies erop geborduurd-achtig. Ja, ik vind het echt heel cute. En dan nog de blauwe. Dus ja, dit zijn een beetje van die niet enkel sokjes, wat hogere sokjes. Ja, ik vind dit wel heel schattig. Ik vond ze eigenlijk vooral heel schattig. Want eigenlijk draag ik altijd alleen die enkel sokjes. Maar ik weet niet. Ik vond het ook wel een keer leuk om iets hogere te doen. En vooral dit printje. Het is gewoon echt super cute. Dus die heb ik van Stradivarius besteld. Dan had ik een witte jurk. Ik zou even hier een foto doen. Die was echt heel erg mooi op de site. Maar toen ik hem echt zeg maar ging passen. Of toen ik hem had besteld en hem ging passen. Was die echt veel te strak hier bij mijn boobies. Dus dat werkte echt voor geen meter. En ik moest het al retour doen. Anders dan kreeg ik gewoon niet mijn geld terug. Omdat ik heel lang dit al had liggen. Dus die heb ik helaas retour gedaan. Maar ik vond zo'n witte lange jurk wel heel erg mooi. Dan heb ik deze jurk aan. En deze vind ik ook echt heel erg leuk. Hier zit een rit. Hij zit alleen hier wat strakker. Dus ik denk dat als ik er een andere soort BH onder doe, dat het dan beter gaat. Oké, ik heb nu een hele andere BH aan. Ik heb een BH aan die geen vulling heeft. Maar zelfs dan zit hij best wel strak en steekt het er bovenuit. Want dit, zoals je ziet, ja, je kan het eventueel die kant op strijken. Maar dat wordt nooit perfect. Dus ik ga me daar denk ik heel erg aan storen. Hoe mooi ik hem ook vind, zit het gewoon hier net te strak voor mij. Maar nou heb ik dus ook deze blauwe jurk
had ik besteld. En oh, dit is echt mijn favorietje. Je hebt hem al voorbij zien kunnen komen op mijn Instagram. Maar het is deze mega lange jurk. En ik weet niet, ik vind deze zo mooi. Hij heeft dus echt van die pofmoutjes hier zo. En een ruffeltje aan de onderkant. En dan heeft hij hier dat geripte stofje. En voor de rest is hij gewoon heel erg lang. Ik weet niet, ik vind dit kleurtje heel erg mooi, dat babyblauwe. En ik vind het gewoon een hele mooie jurk. Dus ja, hier ben ik echt mega blij mee. Deze heb ik in een maatje S. En hij rekt ook heel erg lekker mee. En hij schijnt ook niet door. Dus ik vind deze echt super mooi. Nou, die witte jurk trouwens kost €29,99. En deze blauwe jurk kost €39,99. Dan heb ik deze geweldige jurk. Nou ja, ik zou er dus hele leuke sandaaltjes of zo onder doen. Maar ik heb nu nog mijn pantoffeltjes aan. Er zit nog wel een stickertje op. Dus die hou ik er even af. Maar echt, ik vind dit zo leuk. Ook met een leuke hoed op of zo. En dan een leuk tasje erbij. Kijk, deze slippers erbij. Tasje erbij. En dan nog een leuke hoed. Helemaal leuk outfitje. Dan ga ik door naar het volgende item van Stradivarius. Dat is dit tasje. Echt, hoe mooi is dit? Dit is een crochet shopper. Ik vind hem echt heel erg mooi. Hij is helemaal, ja, een beetje zelf in elkaar gebreid, of hoe je dat ook noemt. En er zitten dus allemaal madeliefjes op. Echt zo cute. Maar ik ben er echt heel erg blij mee. Ik vind dit zo schattig. Ook gewoon naar het strand of zo. Of als je boodschappen gaat doen, dat je dan zo'n tas meeneemt en geen plastic tasje hoeft mee te nemen. Ja, ik vind dit echt heel erg mooi. Dit is trouwens volgens mij gehaakt. I don't know. En deze tas die kost €20. Oké, zo is het wel echt een kleurpaletje. Maar ik zou deze met een wit outfitje of een zwart outfitje of zo dragen. Hoe cute is deze shopper. Dit is toch gewoon leuk om erbij te hebben. Ook gewoon voor boodschap of zo. Dan van de Stradivarius deze mega leuke, ja, roze spijkerbroek. Je ziet natuurlijk nu heel erg veel weer die gekleurde broeken. Ik vind het zelf heel erg leuk. En ik heb dus deze roze besteld. Hij heeft wijde pijpen, dus hij is een beetje flared. Nou, eigenlijk een beetje straight. Straight leg. En dan heeft hij gaten bij de knieën. Heel erg mooi. Ik weet dat Stradivarius ook deze broek heeft, maar dan zonder wijde pijpen en gaten. Dus dat is gewoon een skinny. Maar ik vond dit juist wel heel erg mooi. En ik vind het label ook wel heel erg mooi hier zo opgedrukt. Dus deze. En hij zit mega lekker. Ik heb hem in een maatje 36 en dat heb ik zelf normaal ook altijd. Ik weet niet, hij zit echt super chill. Dus dat is deze broek. Heel erg leuk voor, ja, in de lente en ook in de zomer. En die broek die kost €30. Oh my god, deze is leuk. Ik heb dus nu de broek aan. Ik zou het dus niet met, nou ja, deze sweater zeg maar dragen. Ik zou een leuk blouseje of in ieder geval wit, denk ik, erboven. En dan deze broek. Maar je ziet het dus nu echt heel erg veel van die kleurbroeken. En ik vind het echt leuk, want ik had het vroeger ook altijd aan. Maar ik heb dus deze roze en ik vind hem heel erg mooi. Het is gewoon niet te fel, maar gewoon perfect eigenlijk. En hij zit ook heel erg lekker. Ik moet zeggen, toen ik hem aan deed, dacht ik zo, die zit wel strak. Maar het valt eigenlijk, als je hem eenmaal aan hebt, echt reuze mee. Dan ga ik door naar Chiquelle. Ik heb echt mega veel items gekregen van Chiquelle. Ik heb ook een leuke kortingscode voor jullie. Met de code FLOOR20 krijg je 20% korting bij Chiquelle. Ik zou het ook nog wel even in de beschrijving zetten. Maar goed, laten we snel beginnen, want het is echt bizar veel. Ik heb vooral heel veel leuke zomertopjes. Ik vind Chiquelle echt hele leuke topjes. Topjes hebben. Ik heb als allereerst dit topje gekregen. Ik heb dit trouwens gekregen. Ik weet niet of ik dat had verteld, maar van Chiquelle heb ik gekregen. Als allereerst dus dit topje. Ik vind dit echt heel erg mooi voor in de zomer. Ik heb hem al aangehad, maar ja, het geeft eigenlijk totaal geen steuning. Ja, de voorkant kun je dus strikken en dat is het dan ook. Ik weet niet of het heel erg goed te zien is, anders zie je het wel in de aanbeelden. Maar dit kun je zo strikken en hier zit verder ook geen steuning in ofzo. Dus je moet wel een beetje oppassen, maar ik vind het wel echt heel erg mooi. En ik vind vooral het model gewoon zo heel erg cute. En die heb ik in een maatje S. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dan heb ik deze body van Chiquelle gekregen. Echt heel erg mooi. Hij heeft namelijk zo'n kant en randje, wat ik echt heel mooi vind. Maar ik vond het heel mooi bij... Wow, mooi, mooi, mooi. Heel erg mooi bij een item wat ik hier ook nog heb liggen. Maar deze body dus, deze kun je namelijk ook verstellen bij de bandjes. Dus dat vind ik zelf wel heel erg fijn. Hij stretcht je ook echt mega lekker mee. Wat ik wel een beetje jammer vind is dat hij, ja, geen stringmodel heeft. Dit is de achterkant. Dus ja, bij bepaalde broeken kun je dan wel gewoon echt die randjes zien. Dus dat vind ik zelf wel een beetje jammer. Maar voor de rest vind ik hem wel echt heel erg mooi. Deze heb ik ook in een maatje S. Nou, deze zwarte body, die wil ik heel erg graag dragen met deze rok. Hij moet wel even gestoomd worden, maar hoe mooi. Volgens mij hadden ze het op de website ook zo gecombineerd, deze rok en die body.
Maar dit is dus een zandkleurige, ja, maxi skirt. Dus echt zo'n lange rok. Ik wou zeggen jurk, een lange rok. Ja, en heel erg chill voor als je nog op vakantie gaat natuurlijk. En gewoon even snel wat aan wil doen. En het is super warm. Dan is zo'n flowy, ja, rok heel erg chill. En dan met sandaaltjes eronder. Ik zag het al wel helemaal voor me. En die heb ik in een maatje XS. Hij valt namelijk best wel groot. Dus daar ben ik ook blij mee. En er zit ook een band mee. Dus, of er zit ook een band aan. Dus ja, hij rekt ook wel gewoon heel chill mee. Dus een XS is zeker goed. Dan nog een topje. Ik vind deze ook heel leuk. Deze heeft namelijk allemaal, ja, bandjes die je dan zo cute kan strikken. Er zit dus totaal geen steun in. Dus het is, ja, als je denk ik hele grote, ja, borsten hebt, dan is het echt niet te doen, denk ik. Maar daar heb ik geen last van. Maar hou daar wel rekening mee. Hij heeft hele mooie bandjes. Dus zoals ik zei, dan kun je hem echt heel cute strikken. En voor de rest is die super, super kroft. Dus je moet er wel echt een hoog broekje onder doen. Of een of die rok is ook wel heel erg leuk. Dus dat is dit topje. En die heb ik in een... Oh, het is een one size. Dit topje. Hij is wel wat aan de kleine kant. Dus hou daar rekening mee. Dan heb ik nog een topje. Namelijk dit pastelgele topje. Hoe schattig is dit voor in de zomer? Ja, ik vind die pastelkleurtjes echt helemaal geweldig. Maar dit stofje voelt ook heel erg stevig aan. Het blijft ook helemaal in model zitten. Ik weet niet of dat te zien is. Het is gewoon echt een heel stevig stofje. Wat ik zelf heel erg fijn vind. En die bandjes zijn ook wat dikker. Dus ik denk dat dit ook echt heel chill zit. Maar dit is een beetje zo'n crochet topje. Wat ik heel erg mooi vind. En wat je tegenwoordig ook heel veel ziet. En een beetje van die golfjes uitgesneden model heeft hij hierboven. Wow, mijn camera wordt helemaal donker. Ja. Dus dat is dit pastelgele topje. Weer heel erg schattig. En die heb ik ook in een one size. Oeh, deze is mooi. Ik was al helemaal vergeten dat ik deze had gevraagd. Maar weer zo'n mooi topje. In het zandkleurig. Dit zijn echt van die topjes. Die doen het altijd goed. Die zijn gewoon altijd goed. Je doet er een witte broek onder en je bent good to go. Maar ja, deze pofmouwen zijn wat see-through-achtig. Dus je kan er een heel klein beetje doorheen kijken. Het is een beetje een linnen stofje. En dan heeft hij hier, ja, een band. Dus hij stretcht ook lekker mee. En dan kun je hem heel mooi zo dragen. Volgens mij kun je hem ook wel off the shoulder dragen. Maar ik vind hem zelf wel heel erg mooi zo. Ja, en dit detail hier gewoon in het midden vind ik ook heel erg mooi. Een beetje dat, ja, hoe noem je dat? Geweefde effectje. Er zitten ook nog touwtjes onder, dus je kan hem ook nog aantrekken. Maar deze vind ik echt super, super mooi. En inderdaad heel erg mooi met een witte broek of zo. En dan sandaaltjes eronder. Deze heb ik in een maatje 36. Dan heb ik nog een wit topje van Chiquelle. En deze die kun je aan de achterkant strikken. Dus het is een beetje lastig om te laten zien. Dit is het topje. Hij is weer heel erg klein, dus hou daar zeker rekening mee. Maar aan de achterkant kun je hem dus strikken. Dus als je een beetje bruin bent, is dit wel echt heel erg mooi. Hij heeft ook allemaal streepjes in het topje. Deze heb ik in een maatje one size. En dan als laatste voor Chiquelle dit gele topje. Weer een pastelgeel topje. Deze is niet cropped, dus deze is gewoon wat langer. Vind ik ook heel erg mooi. Aan de onderkant heeft hij een beetje een ruffle effectje. En ja, ik vind deze echt heel erg schattig. Ook weer een beetje die golfjes wat je heel erg veel ziet nu. Dus dat is dit pastelgele topje. En die heb ik in een one size. Dus dat was alles van Chiquelle. En dan gaan we nu door naar de Zara. Dan dus de Zara. En ik vind dus ook dat de Zara de laatste tijd echt mega leuke dingen heeft. Dus ik moet me echt een beetje inhouden. Maar ik heb als eerst dit basic topje besteld. Die, nou ja, best wel veel nu hebben. In allerlei kleurtjes kun je krijgen. In een paars, geel, zwart, beige en wit. Maar ik dacht nog, zou ik de beige doen? Maar ik heb al een beige. En die kleurtjes, ja, ik had al genoeg gele topjes. Dus ik dacht, nee, ik ga gewoon voor alleen zwart. Ze zijn namelijk echt vet goedkoop. Ze zijn maar €3,95. En ik heb hem in een maatje S. Maar dit is zo'n halter topje wat echt altijd goed is. En hij heeft dus een ribbelstofje. Dus ja, dat is deze basic halter top van de Zara. Heel chill, altijd handig. Nou ja, en dan als laatste dit topje. En dit is gewoon super handig om te hebben. Ik heb zo'n topje ook al van Shein in het beige. En nu dus ook in het zwart. Ik dacht, dat is altijd goed. Maar ik zou dan geen BH onderdragen. Want ja, dat is, nou ja, bijna niet te voorkomen dat je dit zeg maar zo ziet. Dus, maar verder vind ik hem wel heel erg leuk. En hij schijnt een klein beetje door. Maar ik denk, als je er niks onder hebt, dat dat wel moet goedkomen. Dan heb ik nog echt een mega leuk topje. Ook van de Zara. Ik weet niet, ik vond deze echt heel erg leuk. Ik hou van zulke topjes zoals je een beetje kan zien. Maar dit is hem. Echt zo'n cropped topje. En dan heeft hij van die pofmouwtjes. Hij staat echt heel erg mooi. En hij is dus heel erg mooi off the shoulder.
Hij is echt heel erg mooi met een witte broek. Dus die heb ik ook besteld. Maar dit is dus het topje. En ik denk ook dat het heel erg mooi is als je lekker bruin bent. Want hij heeft dus van die oranjige, ja, roestkleurtjes met een beetje blauw. Dus heel erg cute is dit. En hij heeft hier trouwens nog een, ja, zo'n flapje, zeg maar. Deze had ik ook volgens mij aan met de lounge underwear unboxing. Dus dat was dit topje. Die heb ik in een maatje S. En de prijs is weggehaald. Volgens mij was die iets van 30 euro of zo. Of 26, zoiets. Dit topje, de printje vind ik heel erg leuk. En ik weet niet, hij zit gewoon heel erg goed. En als ik hem dan zo doe, vind ik hem ook heel erg leuk. Hij is wel mega krop, dus je moet, ja, wel een hoge broek. Maar deze broek is super hoog. En ja, er zit ook wit in, dus dan vind ik dat wel heel erg leuk matchen. Trouwens, dat ben ik ook vergeten te zeggen. Ondertussen sta ik hier gewoon met mijn broek half open. Maar hier zit dus zo'n chille elastiek in, waardoor die echt goed blijft zitten als ik beweeg. Dan gaat hij ook niet omhoog of zo. Dus dit is echt super chill. Echt helemaal blij met dit topje. Ook met de broek trouwens, maar ja, echt top. Daar heb ik dus ook een broek bij besteld van de Zara. En dat is deze straight leg. Hij is heel erg wijd en lang. Maar echt heel erg mooi. De onderkant is gerafeld. Hij valt best wel strak, vind ik. Dus ik moet hem nog een beetje uitlopen. Ik heb hem namelijk in de maatje 36. Maar vooral bij mijn binnenkant van mijn benen zit hij best wel strak. Dus ik moet hem nog wel een beetje uitlopen. Maar dit is de achterkant. Dus ja, gewoon een chille straight leg in het wit. En deze was geloof ik 40 euro. En deze broek dus, die zit ook super goed. Ik zocht dus nog een witte broek. En dan niet een flare, maar deze is dus gewoon straight leg. Dus dat vind ik wel echt super mooi. Ik moet hem alleen even wat innemen, want ik ben 1,69 en hij is wel, ja, wat te lang. Dus ja, ik moet het even laten innemen, maar verder zit hij gewoon wel heel erg lekker. Dan heb ik nog wat sieraden opgestuurd gekregen van Merel. Zij heeft een eigen sieraden webshop, namelijk Time to Shine NL. Oké, ik heb als allereerst deze statement ketting. Hij is namelijk best wel lomp, dus je moet ervan houden. Maar ik vind hem echt heel erg leuk voor in de zomer weer wederom als je lekker bruin bent of zo. Ik weet niet, dat vind ik het gewoon heel erg mooi. Dat is namelijk deze vlinderketting. Maar hij heeft dus een beetje een roze steen in. Dus dat is deze ketting. Dan heb ik nog dit armbandje. Je moet goed kijken, maar er zitten van die roze kraaltjes nog bij aan. Ik weet niet of dat opvalt. En dan als laatste een ring die ik ook echt heel erg mooi vind. Ik zal hem wel even omdoen. Namelijk deze. Dat is deze ring. Die vind ik echt heel chill. Die laat ik ook lekker om. Hij zit ook heel chill. Dus dankjewel daarvoor. Dan heb ik nog wat bij de H&M besteld. Namelijk dit hele leuke jurkje. Ik moest deze even laten zien, want dit vind ik echt een toppertje. Hij is namelijk maar €14,99. Dus hij heeft maar €15. Ik heb hem in een maatje S. Maar even, hoe mooi is deze? Dit is ook weer zo'n wat langere jurk. Een beetje geript. En dan heeft hij hier dat ene stofje wat je dus nu heel erg vaak ziet. Hoe noem je dit? Laat me even weten in de comments. Ik heb het namelijk nu heel vaak moeten zeggen, zeg maar. Of vertellen hoe dit stofje eruit ziet. Maar ik weet dus niet hoe je dit noemt. Heeft dit een naam? Zeg maar dit stofje. Ik denk dat je wel ziet en begrijpt wat ik bedoel. Dit. I don't know. Maar heel erg blij mee. En die bandjes zijn dus ook verstelbaar en hij is heel erg mooi beige, dus deze. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dit was eigenlijk een beetje de verzamel zomershoplog. Laat me zeker weten wat jij van de items vindt. Check even de beschrijving, want daar heb ik alles gelinkt en nog van Chiquel de kortingscode bijgezet. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze shoplog en ik zie jullie tot gauw weer. Doei doei!